Vincent Smit, nou, vandaag je eerste doelpunt in het shirt van HC. Je moet goed voelen. Ja, is heerlijk. Er valt een last van je schouders af, denk ik, alweer wanneer je de eerste scoort. Daar zat ik wel even op te wachten. Een paar invalbeurtjes gehad van de afgelopen weken. Vorige week eerste keer basis. Dan een goede overwinning vorige week. Dan kan je die lijn doortrekken. Vandaag ook weer een goede overwinning. Je weet, ja, als je lang 0-0 houdt tegen zo'n ploeg of met één doelpuntje verschilt, dan krijg je het echt lastig. Want voetballen is een goede ploeg. Scoren we na ongeveer 20 minuten 3 keer snel achter elkaar. Dat is lekker, dan kun je gewoon vrijuit voetballen. En heerlijk dat ik dan vlak naar rust de 4-0 kan maken. Vond je het echt nog een goede ploeg? Want je is voetballer wel en ze trappen niet iedereen omver. Maar echt gevaarlijk waren ze ook niet. Nee, ze waren niet echt gevaarlijk. Maar je ziet wel fysiek lopen ze achter. Ze zijn veel jonge jongens. Een beetje de bouw van mij eigenlijk. Fysiek wat minder. Maar ik vond ze voetballend aardig. Een paar jongens op middenveld voorin vond ik ze technisch heel goed. Ja. Nou, toch hebben jullie ze overlopen. Ja, we hebben ze wel overlopen, maar ja, dat doen we ook niet zomaar. Dat hebben we ook te danken aan onszelf. We zijn er echt voor gegaan en we weten dat we geen punten moeten laten liggen tegen de onderste. En dan is het lekker als je daar overheen loopt, ja. Score had ook nog wel wat groter kunnen zijn, hè? Jawel, ja. Ik denk dat wij nog een paar kansen lieten liggen. We konden misschien nog wel 7-8-1, 8-1 maken, misschien nog de 0 houden. Maar ja, 6-1 is prima. Wat is nu jullie doelstelling? Want... Hey, je kunt naar boven kijken, hè? Zeker nu je dit soort wedstrijden ook wint. Maar er komen nog wel een aantal lastige wedstrijden aan. Ja, er komen zeker een aantal lastige wedstrijden aan. Volgende week hebben we Katwijk, de nummer 1. Dus daar gaan we vol voor. Ik denk niet dat we bang moeten zijn voor Katwijk. Ik denk dat we hiermee goed hebben laten zien van we zijn een scorende ploeg. Een goed voetballende ploeg. Fysiek zijn we aardig. Dus wij hoeven niet bang te zijn voor Katwijk. Nou.